Jo, van nou, ik breng wel een video van op deze 26 november, als ik het niet vergis. Ja, zijn we een nieuwe aflevering op deze ene laatste dag van voordat de feestmaand begint. Ho, 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 Merry Christmas. Kerstvieren met Remco en Passie. In de laatste aflevering dan. Van deze serie. Dus ja, mensen, van vandaag zijn we weer met het wat en internet, de aftrap naar de feestmaand. En vandaag gaan we reageren op 20 voornamelijke vermakelijke plaatjes om je eerste kerstdag mee door te komen. Nou, het is nog geen eerste kerstdag, dus deze video moet je eigenlijk op eerste kerstdag kijken opnieuw. Dus ja, vandaag gaan we reageren op de meeste 20 vermakelijke plaatjes om je eerste kerstdag mee door te komen. 10 maanden geleden geüpload, nou het is voor mij nu oktober, dus ja... Dus januari was dit, denk ik wel. Nieuw, opgenomen in ons assortiment. Kipkot. Het kost nu slechts even. Het kost nu slechts 1,50. Probeert u hem eens. Hij is knots. Knots lekker. What the fuck. Een reuzenrad. Oké. <Okay. laughs> Ja, leuk. Let's bitch at them to dry my jeans ASAP. Ah. Oh, kijk. Ja. Manicure by social distancing. Ik snap me niet, maar... Beste mensen, houdt u rekening mee dat er op eerste kerstdag een geplande leveringsonderbreking van het warme tapwater is tussen 6 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Dit vanwege het vervangen van een defecte pomp. Hopen u tot voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u dit terecht bij. Nou, staat niet bij. Via dit e-mailadres of via 06. Nou, noem wat. We wensen u van fijne dagen en een gezond 2021. Service team woont Toren de Valk. Tussen 6 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Leveringsonderbreking van warme tapwater. Oké. Oh, daar gaat ook iets mis. Dat, ja, een kerstboom die opgedonderd is. Verdomme, man. Nintendo Switch gekregen. Oh. Ja, dat ziet er niet echt heel schoon uit. We kregen stokjes bij de Suzy, vriendengang van zaken in het westerse land. Vervolgens rare blikken door vroeg om vorige mensen in je eigen land uitgelachen worden om je eigen culturele normen en waarden. Op een top racisme. Of leren wij hier soms met stokjes eten op de kleuterschool? Nee, want sushi dat hoort. Ja, dat hoort er bij die Chinese restaurant. Dan moet je ook niet naar een Chinese restaurant gaan, toch? Mijn zoon die halverwege zijn groenteput zit, moest het doen met een lapje vlees van het formaat krentenbol. Gewoon zielig. Wij stemmen onze posties helaas niet af op de leeftijd van onze bezoekers. Excuses eruit. Oké. Okay. Ja, als ik die Intel City pak, ben ik om 3 over 12. Intel City. Ja, dat zijn de naaste treinen die bedoelt Intercity, denk ik. Yeah. Intel. Heerlijk, pannenkoeken, wat ik zelf heel vervelend vond. De open kan vragen of alles naar wens was. Ik zei, ze zei, ja hoor, prima. Pas op, hij antwoordde, super. Dus bij iedereen waar hij vroeg of het naar wens was, klonk dat super. Ik vind dat te populair. Ja. Ja, wat moet je anders zeggen? Oh, kut eten. Sorry. Edelus was weg nadat iemand veggie smoothies zei in plaats van veggie smoothie. Wat? Noem mij een kare, maar ik vind dat de Albert Heijn volledig de plank mislaat met een kerstreclame. Anders zijn solitaire dieren het zou mij niet zo waard als mensen nu gewoon twee hamsters bij elkaar gaan zetten. Met als gevolg de dood van dien. Als je hamster houdt op beurt gaan houden, houdt ze apart. Ja, die reclame van Albert Heijn, ja dat is... Ja, dat vond ik wel een hele leuke reclame eerder gezegd hoor. Ja. Oh, dit is de volgende plekje. Ik was hier... Binnen op je deur, we hebben elkaar gemist. De rommel, maar je muziek grond te hard. En ik zeg maar niet. 15. Leidse Universitaire Medisch Centrum. Ook bij de Leidse Universiteit Medisch Centrum, LUMC, zijn medewerkers op zijn zacht gezegd niet blij met het aangeboden kerstpakket. Een medewerker wiens naam bekend is bij het parool, laat dat weten. We kregen een mail dat we een
best pakket konden uitzoeken via een website, dus wij overvonden naar die site, maar daar konden we alleen uit een koorts thermometer of een fietslampje kiezen. Allemaal kleine cadeautjes waar we in het verleden al een combinatie van cadeautjes of een heel pakket konden kiezen. Volgens medewerker werd iedereen op de afdeling genisch van. Ze hadden eerst ook een bezuiniging op de kerstversiering in het ziekenhuis, maar dat is later teruggedraaid. En dan krijgen we nu een koorts thermometer, een kerstcadeau dat je letterlijk in je red kan steken. Een woordvoerder van UMC laat weten dat de geluiden te herkennen en te begrijpen. Inderdaad doet het geschenk aan, geen recht aan de enorme inzet die door veel 8000 medewerkers het afgelopen jaar is gepleegd. Helaas heeft de financiële situatie om dit jaar gedwongen tot een klein gebaar. Nou, 16. Verstappen showing the actual Dutch flag to a fan. Leuk man. We pregant having a scan soon to find you out of a girl on a 18. Losing is not an option. Nee. Alleen plastic, alleen plastic, thanks. En staat een appel. Nou, zo'n Tinder. Sorry, ik gebruik het niet hoor. Nee. In elk geval zit wel iets leuks, maar je moet het er wel zelf insteken. Oh. Ja. Ja, dat is een nijpende. Maar ja. Nee, mensen, dit is al een ring. Bedankt voor het kijken. Laat natuurlijk een duim achter. Abonneer kanaal beneden. En zet tot deze nieuwe video van wat in het afgelopen naar de feestmaand. Doei.